van hun oren zeggen hoe dat ze aannemen. Ze hebben bij Gert binnengegaan en we hebben vragen gesteld aan Gert en die zijn ons perfect allemaal uitgelegd geweest en hoe dat ging, want het was onze eerste maal dat wij een huis verkocht hadden. Gert heeft ons dat allemaal perfect uitgelegd hoe dat moest, ons de weg gewezen. We hebben een hele vlotte communicatie gehad met Gert en met Dimi, de verkoper. Die had enorm veel kennis van huizenverkoop. Ja. In mijn ogen was dat zelfs een topverkoper. Ik ben aan het zorgen voor hem voor opslag nu. Ja. Ik zou Eratoje aanraden, omdat u wordt aangenomen als een mens, niet als een nummer. Ik hou niet van nummer zijn, ik hou van mens zijn. En dat is bij Gert of bij Dimi altijd zo geweest. Ons huis is volledig met schatting gebeurd, met foto's gebeurd. U laat de keuren ook door de elektriciteit. Wij hebben niks zelf moeten doen, helemaal niks. Er zijn verschillende advertenties verschenen en de borden werden veranderd ook bij ons thuis. Er stond een bord huis te koop, opendeurdag, dat waren opendeurdagen. Dus dat werd iedere keer vermeld op Facebook of op een website. Alles wat er aan is en visual tour en wat dat er ook mag zijn, dat hebben we allemaal gekregen van Gert. En heel mooie reclame van dat huis gemaakt. En dankzij hem is dat verkocht zoals met wij wouden. Ja, als ik het moest terugdoen, terug met Gert, altijd.